De problemen op de Chinese vastgoedmarkt worden groter en groter. Afgelopen week viel er namelijk een bank om en werden er plannen gemaakt om in te grijpen op de aandelenmarkt, de obligatiemarkt, en kwamen er nieuwe regels bij voor de banken zelf. Op Twitter zagen we afgelopen week gelijk behoorlijk wat geruchten ontstaan. Men raakte in paniek. Er zouden meerdere banken omgevallen zijn. Maar is die paniek wel terecht? En wat is nou precies de achterliggende reden van het ontstaan van deze toch wel enigszins financiële stress? En wat zegt dit voor Europa? We kijken daarom ook naar Duitsland, naar Nederland, waaronder naar de vastgoedmarkt. We kijken naar de economie. We gaan het hebben over Frankrijk en in het bijzonder de belastingen. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in. Nederland overigens. En we gaan kijken naar het stukje begrotingsbeleid en begrotingstekorten in Frankrijk. Want daar hadden we het vorige week al kort over. En nu is er een bekend macro-econom geweest die ervan overtuigd is dat er mogelijk een nieuwe eurocrisis zou kunnen ontstaan door de problemen die zich in Frankrijk nu voordoen. Ook kijken we deze week naar de inflatie en in het bijzonder in Amerika. De reacties van de financiële markten op deze inflatiecijfers. En we gaan het hebben over het belang van beleggen. Kortom, deze week genoeg te bespreken. Mijn naam is Madelon Vos. wat fijn dat je weer kijkt naar deze aflevering van Madelon Praat. Ben je nou blij met deze content? Zorg dan dat je eventjes een duimpje achterlaat hieronder. Ik kan wel eventjes wachten totdat je op dat duimpje geklikt hebt. En vergeet niet om deze video's te delen met vrienden, kennissen, familie om je heen. Om ervoor te zorgen dat zij deze content. Ook tot zich kunnen nemen en hun voordeel hiermee kunnen doen. Want dat is natuurlijk waar het om draait: dat zoveel mogelijk mensen financieel steeds slimmer worden. Goed, we gaan allereerst beginnen vandaag met de crisis-update, zoals ik hem afgelopen week noemde. En die update gaat over China. Want in China borrelt al lange tijd. Een behoorlijk probleem. China die verkeert uh, in financiële economische problemen. We hebben het gehad over de schaduwbankaire sector, we hebben het gehad over de vastgoedmarkt en nu zien we ook dat de reguliere Chinese banken in de problemen zijn gekomen. Afgelopen week viel er een uh, nou, relatief kleine Chinese bank om, maar wat hieronder aan zijn grondslag ligt, zijn toch wel grotere problemen. En ik neem je graag even mee naar de Feiten, wat er nou daadwerkelijk bekend is. Zonder uh, in te veel uh, uh, mitsen en maren te gaan zitten. We kijken even naar die bankaire sector. Want die verkeert dus al lange tijd in de problemen. En deze problemen die worden nu alsmaar groter. In één week tijd zijn er namelijk 40 banken opgeslokt door grotere financiële instellingen. En ik ga je zo even uitleggen hoe dat precies zit. Want daar zit een, uh, nou ja, een bepaalde structuur achter, op wat voor manier ze dat gedaan hebben. Het betekent dus niet dat die banken omgevallen zijn. Maar afgelopen week ging er dus wel één relatief kleine Chinese bank failliet. En op dit moment zien we dat vele. ...kleine Chinese banken slechte leningen op hun balans hebben staan. En daar komt dus die vastgoedcrisis... ...waar we al nou, pak een beetje een jaar over spreken, komt daar overheen. Je kan het je waarschijnlijk nog wel herinneren... ...Evergrande, dat probleem speelt op dit moment nog steeds. En we zien momenteel dat er... Nou, afgerond 3800 problematische financiële instellingen zijn die samen 7,5 biljoen dollar aan activa beheren, dus aan assets op hun balans hebben staan. En deze banken die hebben lange tijd toch wel, hè, als je even kijkt naar de reden, slecht management gehad, wat ertoe heeft geleid dat ze nu een behoorlijke hoeveelheid leningen op de balans hebben staan die toch wel slecht zijn. En bij sommige banken is het zelfs zo erg dat 40% van hun boeken uit zogenoemde non-performing loans bestaan. Dat zijn de NPL's. En dat is misschien wel goed om even uit te leggen. Dit zijn lonen of eh, lonen, leningen, waarvan de kredietnemer, dus degene die de lening neemt, op dit moment niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Dus feitelijk gezien is degene die het krediet afgenomen heeft ingebreken. Die kan dus niet die maandelijkse betaling. Uh, voorzien. En daarom is de lening non-performing voor degene die hem in de boeken heeft staan. De middelgrote banken die verwachten een behoorlijke winstdaling, denk aan pakkenbeet 30 door de slecht presterende lening. Dus de kleine banken hebben direct problemen. De middelgrote banken verwachten een koersdaling. Maar we weten natuurlijk wel. He, wat dit gezamenlijk tot gevolg heeft. Als je dus ziet dat die gehele sector ergens pijn leidt. En of dat nou de kleine banken zijn. We hebben het gezien in Amerika toen er drie banken omvielen. Daar zeiden we al. Dit zal waarschijnlijk niet de laatste bank zijn die omvalt. Hier komen nog meerdere achterweg. Nou, we zien het dus nu hetzelfde probleem in China. En die oorzaak is wel belangrijk om even te noemen. Die oorzaak in China ligt in de vastgoedsector. In Amerika lag die in de obligatiemarkt door stijl, snel stijgende rente. En eigenlijk is die snel stijgende rente ook hier het probleem. Want... De vastgoedsector in China die bevindt zich dus al enige tijd in een diepe crisis. Vastgoedontwikkelaars en lokale overheden die hebben te veel geld. Dus aardig zeker, te, wat is te, te veel geld geleend. En kunnen op dit moment hun schulden niet terugbetalen. Ze zijn dus non-performing. Wat leidt tot een kettingreactie van financiële instabiliteit. En de vastgoedprijzen die zijn gedaald al een behoorlijke tijd. En bouwprojecten die zijn komen stil te liggen. En dat zorgt voor. Nog meer druk op dat gehele financiële systeem. En de aanpak van China die, uh, is uh, heel simpel. Ze willen die kleine banken gewoon laten verdwijnen de zwakke kleine banken. En we zagen dat er een provincie in China was die afgelopen week maar liefst 36 banken opslokte. En daar maakten ze één nieuwe bank van. Uh, uh, ik ga hem niet uitspreken, want mijn Chinees is niet zo goed. Maar uh, ze noemen het de LR Commercial Bank. Je zou uh, dit dus kunnen zien als een soort van bad bank waar allerlei uh, uh, ja, slechte banken met slechte leningen in komen te zitten. Hier heeft Arno Wellens. Uh, veel komt het over gemaakt een aantal jaren geleden. In totaal zijn er nu vier Chinese uh, asset management companies, om het zo maar even te noemen, die dus opgericht zijn om die slechte schulden te beheren. Maar dat gaat vrij lastig. Je kan het je nog wel herinneren dat in 2021 de Chinese overheid een reddingsoperatie moest gaan uitvoeren voor één AMC... En dat ging om maar liefst bijna 7 miljard, 6,6 miljard wat er toen nodig was om uh, uh, ja, die, die slechte leningen te kunnen stutten. En die Chinese economie die zit vast in een soort van, uh, 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 Kees de Kort zegt dit wel eens, extent and pretend fase. Na jaren van gecreëerde groei als gevolg van geldcreatie. En ze proberen dit dus steeds verder te rekken. En dit resultaat zorgt natuurlijk voor een lagere groei. Want ik heb dit wel vaker dit voorbeeld aangehaald. Uh, wat je krijgt op het moment dat je geld injecteert in de economie, dan is er steeds meer geld nodig om steeds meer. Uh, of eigenlijk steeds minder groei te creëren. Dus dat effect wordt steeds minder. Het is alsof je ja, een verslaafde economie hebt en er moet steeds meer. Nou, wat, wat, wat voor voorbeeld kunnen we nemen? Alcohol. Of er moet steeds meer drugs in om datzelfde effect te kunnen creëren. En dat geldt dus ook voor de economie. En dit zal dus resulteren in een lagere groei voor China. Negatieve gevolgen voor de wereldeconomie. Want de National Administration of Financial Regulation, die heeft de taak om in China de financiële stabiliteit te waarborgen. Maar die uitdaging die wordt door de, door de Chinese overheid, door kredietbeoordelaars en door meerdere economische experts of financieel experts als... Enorm beschouwd. Dus die zeggen eigenlijk: Ja, heel leuk dat we waren van die financiële stabiliteit, maar er is best wel een grote kans dat dit de wereldeconomie gewoon gaat raken. We gaan het zo hebben over wat voor manier dat dan zal gaan plaatsvinden. Maar zij wijzen dus opnieuw op dat percentage, dat hele hoge percentage van die uh, non-performing loans, de vastgoedcrisis en die complexiteit van die herstructurering. Want China wil natuurlijk graag ingrijpen. Daar gaan we het zo ook even over hebben. Maar de vraag is natuurlijk: Wat dit daadwerkelijk voor uh, Europa, voor ons te betekenen heeft? Want deze crisis. Dus zal waarschijnlijk leiden tot massale liquiditeitsinjecties. Want China wil gaan ingrijpen, opnieuw dus. Economische stimulans om ervoor te zorgen dat die uh, financiële sector weer een beetje stabiliseert. En investeerders die zoeken ondertussen naar harde activa als veilige haven, dus goud. En daar hadden we het vorige week en de week ervoor over. Centrale banken die kochten alsmaar meer. Goud. En als je het mij vraagt, is één ding natuurlijk zeker. En dat is dat deze crisis nog lang niet voorbij is. We zagen ook de economist, te koppen afgelopen week. De economist zei, uh, die legde uit waarom de Chinese banken op dit moment verdwijnen. Dat er zoveel worden opgeslokt. Dat is dus omdat die onderliggende problemen best wel aanzienlijk zijn. Um, we zagen overigens ook dat het nu om 13% van het totale bankaire systeem gaat. Um, dan hebben we het over uh, die uh, 7,5 uh, biljoen aan assets, die 3,8 duizend uh, uh, financiële instituties, die uh, relatief kleine banken, dus uh, gezamenlijk. Nou, dat vind ik behoorlijk. Ja, misschien nog wel even goed om te benoemen: dat opslokken van die relatief kleine banken. Die 40 in slechts één week tijd is best wel rap. Het is uh, een ongekende snelheid en een ongekende hoeveelheid. Zelfs tijdens de Amerikaanse Savings and Loan Crisis in 1980 was dit niet. Zo snel en niet zoveel. Dus dat zegt wel wat over de situatie in China op dit moment. Ja, en die problemen op die vastgoedmarkt en bij die bancaire sector, dat is nog niet eens het enige. We zien namelijk dat China ook inmenging probeert te krijgen op de aandelenmarkt. Why China is trying to curb short selling of stocks. We zien namelijk hier een prachtige grafiek. Dit is de Chinese stock market. Dat is de zwarte lijn, de MSIC. China Index en we hebben de MSIC All Country World Index. En je ziet heel duidelijk het grote verschil tussen de wereldindex en de Chinese index. De Chinese index die heeft een uh, behoorlijke uh, divergentie ten opzichte van de wereldindex. Die loopt gewoon voor ze op, terwijl China, als je de algehele trend bekijkt, neerwaarts beweegt. En wat wil de Chinese overheid nu doen? Die wil shortcellen tegengaan. Dus dat mensen niet meer kunnen anticiperen op een koers. Daling, want dat zou deze aandelenmarkt nog verder drukken. Op dit moment is het dus heel lastig om uh, uh, geld kwijt te kunnen op de huizenmarkt, uh, om geld te stallen bij banken. Uh, op de aandelenmarkt is het op dit moment ook niet interessant. Dus waar gaan al die beleggers natuurlijk naartoe? Die gaan het liefst naar de obligatiemarkt. Maar daar wordt op dit moment ook voor gewaarschuwd. Eerst nog heel even die strenge maatregelen die China dus gebruikt om de boel in te perken ten aanzien van het shortcellen. Ja, in mijn optiek zal dit vaak veelal van korte duur zijn op het moment dat men shortcellen wil verbieden. Uiteindelijk zal de onderliggende waarde van die aandelen en de economische groei bijdragen aan of men interesse heeft in het beleggen in de, of op de aandelenmarkt. En in oktober was het al zo dat Bloomberg uh, een artikel publiceerde waarin de Chinese overheid aangaf dat ze State-Backed Stabilization Fund wilde gaan oprichten en dat fonds was erop ge Creëert om uh, aandelen op te kopen. Dus to buy shares, is wat er in dat uh, artikel stond. Nou, dat is toch wel. Uh Interessant te noemen. Ze willen dus aandelen opkopen en de, uh, uh, ja, het shortstellen op de aandelenmarkt tegengaan. Dat maakt dus dat er volledige inmenging is vanuit de Chinese staat op alle verschillende fronten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die obligatiemarkt. Want China regulators said to ask some banks to cut back bond risks. In Amerika, of in Amerika. In China is het zo dat er nu vanuit de regulators aangegeven wordt dat het risico omtrent de obligaties ook omlaag gebracht moet worden. The People's Bank of China said hundreds of billions of yuan of securities are at its disposal to sell in order to cool down the rally. The slump in yields has become a cause of concern for policymakers who fear a possible bubble forming in the market and losses for investors should they rebound sharply in the future. Dus die beleggers die kunnen niet hun geld kwijt op de aandelenmarkt. Die kunnen hun geld niet kwijt op de vastgoedmarkt. Die kunnen hun geld niet stallen bij banken. En wat denken ze? We gaan voor de veilige obligaties. De obligaties zijn veilig ten tijde van uh, crisis. Dat is waar men naartoe gaat. En natuurlijk de hard assets hebben we al een behoorlijke beweging naartoe gezien. Het is niet voor niks dat de goudkoers zo fors gestegen is over de afgelopen periode. En wat zien we hier terug? Ja, en we kijken hier naar de grafiek van de Chinese obligatiemarkt. Um, de obligaties met een 30-jarige looptijd zien we als zwarte lijn afgebeeld. En de obligaties met een 10-jarige looptijd, die zien we op de rode lijn afgebeeld. En wat opvallend is, is dat sinds 2023, oktober 2023, de rente op obligaties fors daalde. Dat betekent omdat er meer vraag was naar die toch wel veilige havens, die vroeger altijd werden gezien als veilige havens, de tijden van het uh, omlaag gaan van de rente. En we hebben in Europa en Amerika natuurlijk jarenlang een neerwaartse rente gezien. waardoor de vraag naar obligaties juist toeneemt. nam de waarde van de obligaties ook. Maar nu wordt er dus gewaarschuwd voor die obligaties. Dus die leningen. zowel uh, uh, de, de staatsobligaties als de bedrijfsobligaties natuurlijk. Heel veel non-performing loans. die we op die uh, balansen van die uh, relatief kleinere banken zien staan. maar ook wat grotere, middelgrote banken in uh, China. En wat hier opvallend is, is dat de People's Bank of China twee waarschuwingen afgelegd gegeven heeft, waarbij ze één bij waarschuwing 1 aangaven dat ze uh, vonden dat die banken minder in obligaties moesten beleggen en bij de tweede hebben ze aangegeven dat ze zelf obligaties kunnen gaan verkopen. En als zij dus zelf obligaties verkopen, zorgt dat voor een Hogere uh, rente, want er is minder vraag naar obligaties. Dus meer aanbod van obligaties. Een lagere waarde voor beleggers. En dat zien we dus beide keren dat die aankondiging plaatsgevonden heeft. We zien hem hier in uh, halverwege april en we zien hem hier begin juni. Bij beide aankondigingen. Dus, dus dit is een uh, waarschuwing voor beleggers om uh, hun uh, obligatieportefeuille in China af te bouwen. Als we de People's Bank of China moeten geloven. Nou, wat zijn nou de belangrijkste economische zorgen? Die aanhoudende stijging op de obligatiemarkt is dus voornamelijk aangewakkerd door de zorgen over die Chinese economie. En obligaties die worden natuurlijk doorgaans als veilige haven gezien. En er is dus een gebrek aan aantrekkelijke andere alternatieve investeringsmogelijkheden in China. Want waar kun je nog meer in investeren? Ja, harde assets. Denk aan goud, denk aan zilver, denk aan grondstoffen, denk aan bitcoin. Nou, dat is, is wat er dan nog over is. En dat is dus niet heel. Veel. Tegelijkertijd zien we dat de economie in China ook wat, uh, wat, wat, wat neerwaarts aan het bewegen is. Uh, de hoeveelheid olietankers die uh, naar China toe varen, die. Uh, nou ja, we gaan behoorlijk omlaag. En dit zou een uh, waarschuwing moeten zijn voor de mensen die nog bullish waren op de Chinese markten. Als we Bloomberg moeten geloven. We zien hier de uh, decreasing demand. Dus de afname van de vraag. En die is uh, behoorlijk. Dit is de grootste in de afgelopen twee jaar. Dus de grootste afname. Dan is het nu natuurlijk de hamvraag. Wat zegt dit voor. Europa en in het bijzonder Nederland, want die problemen die zijn dus ontstaan in de vastgoedmarkt. Die zien we terug op de aandelenmarkt, die zien we terug op de obligatiemarkt en natuurlijk bij banken. En dat maakt die hele Chinese economie behoorlijk instabiel. En die Chinese overheid, de People's Bank of China, die wil natuurlijk ingrijpen op tal van verschillende manieren. En dat doen ze dan ook volop. Maar de vraag is of dat niet enkel en alleen pap en nat houden is. Want die onderliggende problemen die er al waren vanaf het probleem dat Evergrande zichtbaar werd, die zijn er tot op heden in China nog steeds. Nou, dan kijken we natuurlijk naar kenmerken die we uh, toen zagen in China, die we mogelijk in Europa ook terugzien. En de afgelopen periode, nou eigenlijk afgelopen zomer, begon het al een beetje te borrelen, en dat was in het bijzonder in Duitsland. In Duitsland uh, zagen we namelijk uh, in augustus vorig jaar al een bericht voorbij komen dat de. Problemen op de vastgoedsector zichtbaar uh, werden. Drie Duitse vastgoedontwikkelaars gingen namelijk in één week failliet. En dat was ook ten tijde van het naar buiten komen van de verhalen over Evergrande en over de leningen, de schulden die daar ontstonden. Maar dit was dus vorig jaar. En inmiddels zien we dat er een golf aan faillissementen in het Duits vastgoed opkomst zou zijn. Dus die gehele vastgoedmarkt, dat is een, nou laten we zeggen, een logdier, een logding. En dat duurt dus een behoorlijke periode voordat het daadwerkelijk zichtbaar is. Veel vastgoedontwikkelaars die hebben hun portefeuille namelijk op dit moment nog te weinig afgewaardeerd. Duitsland zou zich daarom moeten opmaken voor een crisis op de huizenmarkt. En dat waarschuwt niet zomaar iemand. Dat waarschuwt de CEO van de grootste Duitse woningenverhuurder. En de woningnood die zou daardoor toenemen in Duitsland... terwijl er een serie aan faillissementen op de vastgoedsector zou afkomen. Hij zegt, we gaan een bittere tijd tegemoet... met veel bedrijven die bankroet gaan. Veel vastgoedbedrijven raakten in 2022... Toen de rente opliep in de problemen. Dat had natuurlijk te maken met die leningen. En deze, de grootste uh, uh, woningverhuurder, waar dus die CEO nu die uitspraken van doet, die besloot toen al over te gaan tot afwaardering van zijn portefeuille. Maar hij stelt tegelijkertijd dat het overgrote gedeelte van deze. Uh, uh, woningpartijen, woningbedrijven, dat die dat nog niet hebben gedaan. Dus veel vastgoedontwikkelaars hebben hun portefeuille nog te weinig afgewaardeerd, zegt hij. En over 2023 rapporteerde dit bedrijf alleen al een verlies van 6,8 miljard. De Duitse woningverhuurgroep zelf, die uh, boekte dus in 2022 en in 2023 een verlies. En. Um, ze, zullen ook, ze hebben ook opnieuw een deel van hun portefeuille verkocht, wat dus weer een drukkend effect heeft op die uh, huizenmarkt. Tegelijkertijd wordt er gesteld, we zullen de komende maanden en misschien de kom, het komende jaar extreem veel faillissementen gaan zien. En het is nu al in gang gezet. Er zijn er al die failliet zijn, alleen heeft de bank dat nog niet gezegd. Er zullen minder ontwikkelaars overblijven en dat is slecht voor de markt. Dit jaar wil uh, deze vastgoedverhuurder voor zo'n 3 miljard aan bezittingen kwijt. Dat zorgt dus voor een verkoopdruk. En de verkopen moeten ervoor zorgen dat die schuldenlast. Van het bedrijf minder wordt en dat er ook uh, geld uh, wordt aangewend om weer nieuwe investeringen mee te kunnen doen. Dus dit bedrijf is de grootste van Duitsland als het gaat over woningverhuur. En die geeft dus aan hoe grote problemen zijn. Zij zeggen zelf dat ze al heel zwaar weer gehad hebben in 2022 en 2023. En dat ze nou ja, zich nog wel staande kunnen houden. Maar dit is dus wat er op dit moment zich in Duitsland afspeelt. In Nederland zien we dat nog niet op zo'n dusdanige grote schaal. We houden dat natuurlijk wel in de gaten, mocht dat plaatsvinden. Maar op dit moment is het nog relatief. Uh, Rustig. Wat we wel zien is dat er een grote toename aan faillissementen zichtbaar is. En dit werd al voorspeld in februari. In mijn eerste video die ik opnam na mijn verlof, gaf ik al aan dat dat destijds aangegeven werd. Dat er een groot aantal faillissementen verwacht werd. En toen hebben we er ook naar gekeken. We zagen die lijn al iets stijgen. En nu zien we dus dat er een grote toename is aan faillissementen. Vooral in de bouw en de horeca. En dit zijn er maar liefst 40% meer dan in dezezelfde periode een jaar. Geleden. En dat is toch wel zeer fors te noemen. Ja, we kijken ook nog even naar Nederland als we het hebben over het commerciële vastgoed. Want in China zien we dus problemen op de vastgoedmarkt. In Amerika zien we problemen bij het commerciële vastgoed. Dus daar zouden we ook nog een haakje kunnen zien. Mocht je die video trouwens gemist hebben, ga dan vooral nog even terug naar de video van vorige week of de week ervoor. Want daar leg ik uit hoe de problemen op de Amerikaanse vastgoedmarkt zijn ontstaan. We zien hier dat de prijsontwikkeling van het commerciële vastgoed ook afneemt. Want op het moment dat er dus meer faillissementen zijn in de horeca, in de bouw, in de, nou ja, goed, uh, de partijen die woonruimte of uh, bedrijfsruimte huren, zul je dat ook terugzien in de vraag naar commercieel vastgoed. Dus hier begint al een neerwaartse trend. En deze grafiek begint al in 2008. Eigenlijk wil je de data hiervoor nog zien, maar waarschijnlijk is het al uh, wat eerder. Uh, Neerwaarts gaan lopen, gaan bewegen. Dus dit zijn behoorlijk langjarige trends. Maar ook het commerciële vastgoed zien we dus al enigszins wat onder druk staan in Nederland. In Amerika zien we dat ook het, de particuliere sector al wat druk ondervindt. Maar dat zien we in Nederland nog niet terug. Sterker nog, de Nederlandse woningmarkt staat onverminderd onder hoogspanning. Kopt het financieel dagblad afgelopen week. En de drukte op de hypotheekmarkt neemt ook steeds meer toe. We zien namelijk dat er een behoorlijk aantal aan hypotheekaanvragen. in het tweede kwartaal van dit jaar uh, bijkwam. Maar liefst een stijging van 27,7% ten opzichte van diezelfde periode, een jaar Geleden. Dus dat is een forse toename. In Nederland is er dus nog steeds veel vraag naar woningen. We hebben dit eerder besproken: het heeft te maken met het feit dat er toch enigszins een behoorlijke loonstijging geweest is. Dus dat de leenruimte van de koper groter is, heeft enigszins te maken met het feit dat er uh, uh, toch wel behoorlijk wat vraag is dat er krapte op de arbeidsmarkt is. Dus dat er behoorlijk wat mensen zijn die kunnen lenen omdat, ze veel, uh, uh, omdat er veel banen zijn. Tegelijkertijd zagen we afgelopen week het CPB rapporteren dat de Nederlander meer spaart. Vooral om de hypotheek mee af te lossen. Ja, in 2007 zagen we dat nog maar een kwart van de huishoudens zijn de hypotheek afloste. Maar inmiddels is dat al meer dan de helft van de Nederlanders die hun hypotheek aan het aflossen is. En je zou dus denken dat dat een goede ontwikkeling is. En dat mensen dus hun hypotheekschuld verlagen. Maar hier zou wel eens een belangrijke reden aan ten grondslag kunnen liggen. Want op het moment dat je een hypotheek aangaat, dan betekent dat dat de rente een bepaalde looptijd heeft. En er zijn natuurlijk. Heel veel mensen die voor een heel lage rente een hypotheek hebben vast kunnen leggen. Neem 1,2 procent, 1,8 procent. Allemaal rond de 1. De rente ligt op dit moment rond de 4. Uh, dat maakt dus dat als je strakjes een nieuwe rente moet gaan onderhandelen, dat je een veel hogere maatlasten met veel hogere maatlasten te maken krijgt. En tegelijkertijd ziet het Centraal Planbureau ook dat sommige gezinnen gemiddeld minder geld op een betaal- of spaarrekening zetten. En dat is volgens het CPB ook best wel een ding, want als ze dan te maken krijgen met een financiële tegenvaller, dan kan dat een probleem zijn. Denk bijvoorbeeld een kapotte wasmachine, een auto die gerepareerd moet worden, et cetera, et cetera. De Europese Commissie die vindt de hoge schuldlast al jaren een risico voor de ontwikkeling van onze economie. Dus in het bijzonder de Nederlandse economie. En je kan het je misschien nog wel herinneren dat Klaas Knot ook eerder aangegeven heeft dat de Nederlandse woningmarkt echt. ...hoge pieken en diepe dalen kent. En ook hier is het dus belangrijk om op te letten wat deze markt gaat doen. Mocht hier veranderingen komen, dan zijn wij er natuurlijk als eerste bij. Vind je dit trouwens een leuke video? Vergeet dan niet om tussendoor even op dat duimpje hieronder te drukken. Zorg ervoor dat je deze video deelt met iedereen die je lief is... ...om ervoor te zorgen dat zij ook up-to-date zijn... ...over de meest actuele macro-economische financiële content die je maar kan bedenken. Dat kun je doen door hieronder op het deelknopje te drukken. Deel hem op LinkedIn of op Twitter... En uh, laat mij dat ook even weten als je dat doet. Dat vind ik hartstikke leuk. En vergeet niet om een reactie achter te laten. Mocht je nou vragen hebben, opmerkingen, linkjes die je wilt delen, doe dat vooral. Goed, gaan we nu snel door naar het volgende nieuwtje. Ja, en aangezien we toch alle onderliggende cijfers even bekijken ten aanzien van de Nederlandse economie, is het ook belangrijk om even de Conjunctuurklok erbij te pakken van het Centraal Bureau voor Statistiek. Conjunctuurklok die geeft meerdere segmenten aan en die geeft aan of het bbp zich boven de trend of onder de trend. Als we kijken naar de conjunctuurgolf. Bevindt, uh, denken uh, niet alleen aan het BBP, maar ook aan consumptie, aan de uitvoer, dus de export, de werkloosheid, et cetera, et cetera. En als we dan uh, die gezamenlijke conjunctuurklok-indicator pakken van alle dertien onderwerpen samen, dan zien we toch best wel iets bijzonders gebeuren. We zien namelijk een behoorlijke neerwaartse beweging hier op deze grafiek. En daar. Nou ja, heb ik weinig over meegekregen de afgelopen tijd. Wanneer zagen we dat nog meer? Nou, toch wel na de uh, dotcombeweging com, uh, in de 2000, 2001. Uh, zagen we het hier in 2003 op zo'n laagpunt uh, staan. Of misschien al wel wat eerder, 2003. Ja, 2003. En hier zagen we het in 2008 natuurlijk fors naar beneden gekomen. En in 2013 tijdens de schuldencrisis. 2008 was natuurlijk de Global Financial Crisis. 2013 was natuurlijk de crisis omtrent euro. En we hadden hier natuurlijk de lockdownperiode. En hier zien we dan opnieuw die beweging die dus best wel neerwaard is. En dat vind ik uiterst bijzonder te noemen. Iets wat mij niet eerder opgevallen was. En... Een van de drijvers die we op dit moment nog zien, is de hoeveelheid openstaande vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt. Het feit dat mensen behoorlijk wat loonstijgingen meekrijgen. Dat er dus op dit moment nog productiviteit is, arbeidsproductiviteit. En we zien nu ook terug dat de hoeveelheid vacatures die openstaan ook al wat omlaag komen. En dan kun je dus zeggen, nou, dat is eigenlijk al best wel positief te noemen. Want dat betekent minder krapte. Dus een betere in balans zijnde economie. Dus dat uh, betekent niet dat er plekken vrij zijn die niet gevuld kunnen worden. Maar dit moeten we wel in de gaten houden. Want dit betekent ook dat er weer wat voor de leenruimte. Wat uh, is wat voor de leenruimte kan gaan betekenen. Op het moment dat er uh, strakjes uh, minder banen beschikbaar zijn. En dat het dus lastiger wordt om een nieuwe baan te krijgen. Dat is. Van, uh, momenteel is daar echt in de verse, waar het er geen sprake van. Dus dit is dan een rustig gegeven of een fijn gegeven. Maar we weten wel dat als er meer faillissementen ontstaan, dat er dus ook minder banen uh, beschikbaar zijn, dat er minder uh, salaris is voor de Nederlanders. En dus ook minder uh, uh, ja, hypotheekruimte, et cetera. Koopruimte voor uh, de, de koper. En dus ook eventueel lagere huisprijzen tot gevolg zou kunnen hebben. Een drukkend effect op de economie, lagere arbeidsproductiviteit, cetera. Of productiviteit, moet ik zeggen, is een breedste uh, begrip van het, uh, van het woord. Ja, en vind je deze content nou leuk? Weet dan dat je mijn gratis masterclass kan volgen. Dat kun je hieronder doen via de link of hierboven. Ik zal hem ook even hier in het i'tje zetten. Deze masterclass, uh, die, uh, daarin leg ik je uit... Hoe je in zeven stappen meer financiële rust kan ervaren. Dus hoe je ervoor kan zorgen dat je je vermogen kan beschermen op de lange termijn. Uh, ik leg je uit hoe macro-economie werkt, de basisbegrippen van geld, et cetera, et cetera. Dus mocht je deze content interessant vinden, weet dan dat je ook nog uh, de masterclass kan uh, volgen op het moment dat je hier meer over wilt leren. Nou, we hadden het net even kort over arbeidsproductiviteit. En uh, je, ik volg natuurlijk de nieuwsbrief van uh, de Nederlandse Bank op de voet. En zij hadden het afgelopen week over AI, the AI adventure. How artificial intelligence may shape the economy and the financial system. En misschien kan je het nog herinneren, maar dit deed me een beetje denken aan het blockchain-tijdperk. Uh, er was een periode waarin blockchain de system zou reshapen en dat zou voor alles... Uh, uh, alles zou, gaan, uh, zou het gaan veranderen, et cetera, et cetera. En AI doet me dat ook een beetje aan denken. Nu ben ik het op één plek wel uh, met hun eens. Want wat we hier terugzien in deze lezing van Klaas Knot tijdens de uh, meeting in Moldova van het IMF en de World Bank. Hij was daar uh, vanuit uh, Financial Stability board. En um, niet vanuit zijn rol per definitie als. Uh, Voorzitter of president van de Nederlandse Bank, maar voornamelijk Financial Stability Board. En hij zei, uh, studies suggest that AI can greatly increase the total factor productivity across several industries, including the financial sector. Dus de financiële sector kan baat hebben bij AI. Research also shows that the use of AI can significantly improve productivity within individual companies. Dus binnen bedrijven kan het ook. Productiviteit verhogen. En ik kan je vertellen, wij gebruiken... Nou, ik denk, je uh, nu al wel ruim een jaar uh, binnen ons bedrijf. En voor ons doet het heel veel goed. Het versnelt processen. Het kan je denkproces versnellen. Het is handig om even mee te sparren op het moment dat je even vastzit. Uh, ik denk dat er uh, veel collega's van mij zijn die er heel erg blij mee zijn. Van thumbnailmakers tot schrijvers tot nou, van alles en nog wat. Um, en het kan dus inderdaad binnen je bedrijf de productiviteit doen laten groeien. En Klaas Knotti zei: uh, This would be great news. Want in zijn uh, spring meeting, de meeting in uh, de lente. Uh, werd er aangegeven dat uh, nou ja, er toch wel een lagging productiviteitsgroei was. Dus de groei van productiviteit die nam voor uh, ze af. En dit zou de productiviteitsgroei kunnen versnellen. Denk aan de industriële revolutie die dat ook toch wel enigszins gedaan heeft. Uh, enigszins, hè? Je begrijpt uh, wat ik bedoel. Maar uh, uh, we moeten natuurlijk zien wat AI op de lange termijn gaat doen. Er zijn uh, tal van mitsen en maren. Maar ik vind het wel interessant dat uh, DNB hier naar kijkt. En uh, dat ze hier naar wijzen om toch weer die productiviteitsgroei te kunnen gaan creëren. AI presents new dynamic. It can both replace and complement human labor. Dus het zou ook human labor weer kunnen vervangen. En het zou het ook weer kunnen aanvullen. Ja, en het is zeker een belangrijke factor die we nou letterlijk in de gaten moeten houden. Mede omdat we weten dat arbeidsproductiviteit, in het bijzonder uh, in sommige modellen van de Europese Centrale Bank, die zij gebruiken om de inflatie weer op te uh, te voorspellen en vervolgens daar weer op in te spelen met het centrale rentebeleid, dat dat nou ja, toch misschien wel zou kunnen veranderen hierdoor, door deze komst. Dus interessant dat ze ook hier naar kijken. Goed, we hadden het ook even kort over uh, de uh, politiek afgelopen week. En je weet dat ik eigenlijk niet echt. Ik... Ik heb het graag over. Centrale banken, ik heb het graag over. Beleggen, ik heb het graag over. De economie, maar politiek is niet helemaal mijn pakje aan. Um, toch uh, zien we dat centraalbankiers en politici eigenlijk een beetje zo met elkaar uh, bewegen. Want centraalbankiers zitten nu op een harde lijn jegens de politiek, schreef Martijn uh, Jongsma in het financiële dagblad. Want de strijd tegen de recente inflatiepiek zou, dankzij het stevig ingrijpen van de ECB, vrijwel gewonnen zijn nu verschillende meningen daar enigszins over luisteren naar een uh, macro-economisch als Edi Mujagic, waar we het uh, uh, zo nog even over zullen hebben, dan uh, nou ja, valt dat te bediscussiëren. Maar de deelnemers bij uh, de uh, meeting in Sintra, waar we het vorige week ook even kort over hadden, die geven aan dat er nieuwe bronnen van uh, inflatie en instabiliteit zouden kunnen ontstaan. En ze wijzen daarmee met de duim naar het Populistische begrotingsbeleid en geopolitieke spanningen. Die geopolitieke spanningen hebben we eerder al een keer besproken. Dat is natuurlijk niet alleen de onrust in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten, maar ook dat er mogelijk trumflatie zou kunnen ontstaan. En er wordt met de vinger gewezen naar het begrotingsbeleid en de begrotingstekorten, want dat zou voor meer problemen kunnen zorgen. Tegelijkertijd zien we ook nog dat de productiviteitsgroei opgevoerd moet worden. Nou, het zal mijn optiek. Misschien niet helemaal vreemd uit de lucht komen vallen dat er daarom uh, he, dit artikel verschenen is over productiviteit en AI, dat er toch wel enigszins wat onderzoek uh, naar gekomen is. Want de hogere groei die zou veel zorgen weg moeten nemen. Maar die productiviteitsgroei die moet dus wel ergens uh, vandaan komen. Maar goed, we hadden het even over die, uh, dat populistische begrotingsbeleid. Vorige week ook besproken, weken voor ook besproken. Over het feit dat Frankrijk wil te, nou ja, of toch wel iets te ruim uh, uh, hè, begrotingsbeleid voert. En ruim boven die 3% uitkwam die Europa zich gezamenlijk heeft afgesproken. Dus in sommige gevallen zelfs wel 6%. En dat is toch best wel een dingetje te noemen. En als er dus tekorten zijn binnen een, een begroting van een land, dan kunnen ze op meerdere manieren kiezen voor uh, het ontvangen van meer geld. Denk onder andere aan het verhogen van belastingen, maar ook het uitgeven van meer overheidsobligaties, dus staatsleningen. En de vraag is natuurlijk in hoeverre die landen dan het beleid van de Europese Centrale Bank tegen gaan werken. Dus dat is. Uh, een risico voor de inflatie en daarmee dus ook de financiële instabiliteit die de centraalbankiers op dit moment zien. Maar tegelijkertijd wordt er ook gesproken over belastingen in zijn algemeenheid. We hebben het namelijk over de lasten die de Nederlander aan zich zou moeten dragen. Want feitelijk gezien zou je kunnen zeggen als de inflatie lager is, maar de belasting omhoog gaat, is dat eigenlijk ook een soort van, hè, inflatie is een, belasting, een vorm van belasting, maar belasting is ook een vorm van belasting. Dus netto hou je dan relatief misschien ook wel minder over. Dus er wordt veel gesproken over belastingen de afgelopen tijd. En we weten dat Ilko Heijnen, de nieuwe minister van Financiën, aangegeven heeft. dat er mogelijk in Nederland bezuinigd zou gaan moeten worden. wanneer die 3% uh, behaald gaat worden. En dat er dus niet per definitie alleen maar hogere belastingen moeten komen. En Arno Wellens die denkt daar hetzelfde over. Of het normaal is. In een, in een land dat zegt vrij te zijn. dat je een marginaal belastingtarief hebt. Dus de, wat je aan belasting betaalt als je een uur extra gaat werken. Op uh, 1 euro extra loon. In Nederland is dat in de middenklasse, dat is 80 cent. Dus als jij in de middenklasse zit, bijvoorbeeld verpleegkundige. Uh, en je gaat vanaf 35.000 euro als je daar ongeveer zit. Je hebt allemaal ingewikkelde toeslagen. Je gaat 1 uur extra werken of je gaat 1 euro extra verdienen met werken. Dan gaat daar 80% van naar de overheid. Zo hoog is de belasting in Nederland. Ja, en dit is dus ook de reden waarom er heel veel mensen zijn die zeggen ik ga niet extra werken. Want dan krijg ik toeslag X, Y, Z niet meer. Dat is voor mij niet relevant of interessant om te doen. Um, dit is de structuur, hoe het in Nederland nou eenmaal werkt. Maar als we even kijken naar Frankrijk, zien we dat daar uh, toch wel een winst was voor de wat meer left-wing, om het zo maar even te noemen. Dus de linkerkant van het uh, politieke spectrum. En daar werd uh, gesproken over het belasten van de rijken met 90%. Ja, dat is uh, behoorlijk. Dus iedereen met een inkomen boven de 4 ton... zou dan 90% over het overige gedeelte moeten gaan betalen. Ik vind dat uh, nou ja, toch wel enigszins bizar voor hoorden. Want op het moment dat je dit zou gaan invoeren... dan zijn die rijken slim genoeg om het land op een bepaalde manier te verlaten. Of om ervoor uh, te kiezen om uh, hun salaris bijvoorbeeld te verlagen... tot net onder de 4 ton. Dus dit is in mijn optiek niet helemaal the way to go. Maar mocht je hier anders over denken, ben ik heel benieuwd... Of dit de problemen zou kunnen oplossen. En waar Arno het natuurlijk over heeft, is over de middenklasse. En die wordt natuurlijk ontzettend hard geraakt als je 1 euro boven uh, het gemiddelde uitkomt. En dat er dan 80% van naar de staat gaat. Dat is logisch dat mensen dan denken. Nou, dan blijf ik wel thuis en blijf ik wel op mijn kinderen passen. We hadden het net even gescoord over uh, Frankrijk. Want Frankrijk wil dus uh, nou ja, wat meer de linkerkant op. En misschien wel die hogere belastingen. Maar macro-econoom Edim die zat afgelopen week bij uh, BNR Nieuwsradio. En hij sprak over dat we rekening moeten houden met een nieuwe eurocrisis. En hier hadden we het vorige week en de week ervoor ook al even kort over. Toen we bespraken dat er behoorlijk wat begrotingsproblemen zijn in Frankrijk. En gisteren kwam daarnaast een bericht uit Brussel dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat de Franse begrotingstekort veel te groot is. En nogal wie dit is, zegt, uh, Mouiagich, want uh, dat is al jaren zo dat het begrotingstekort te Hoog is moet ik zeggen, en uh, hij uh, wijst tegelijkertijd naar het verschil tussen de obligatiemarkt, dus de Franse en de Duitse 10 rente. En gisteren daalde die dat verschil, dus die divergentie, dat uiteenlopen van uh, 85% naar 65%. En het leidt op een opluchting van de markt. Hè? want als dat die spread kleiner wordt, betekent dat er een risico. Tussen het hebben van een Franse of een Duitse staatsobligatie minder wordt. Maar hij zegt: dit is vals optimisme. En hij zegt: we moeten kijken naar het renteverschil tussen iemand hè, tussen, tussen buiten Europa. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. We hebben het hier over een mogelijke eurocrisis. Dan moeten we dus bijvoorbeeld Zwitserland met Duitsland vergelijken en daar het renteverschil checken. En tegelijkertijd zegt hij: hou je vast, want het verschil is maar liefst 2%. Dus min 200 basispunten. Duitsland bestaat dus een volle 2% meer om geld te lenen, zegt Mojek iets. En dat is bijzonder veel meer dan hè, Zwitserland. Het verschil is namelijk nog nooit zo groot geweest. Als uh, sinds de aankondiging van de euro begin jaren negentig. En welke conclusie trekt daar hier nou uit? Nou, hij zegt: Als Frankrijk niet met plannen komt om die tekorten en uh, die schulden aan te passen, dus het begrotingsbeleid aan te passen en uh, de staatsschuld die er op dit moment is aan te passen, dan lopen we het gevaar op een schuldencrisis, omdat dus uh, eigenlijk op dit moment appels met peren worden vergeleken. Het wordt intern binnen Europa vergeleken, maar hij zegt je moet extern kijken. Duitsland is een euroland, dus als er problemen voor Frankrijk zijn... dan draait Duitsland daar linksom of rechtsom ook voorop. En dat ben ik zeker met hem eens. Tegelijkertijd kijken we ook even naar Amerika, want daar zijn we niet direct mee verbonden... maar wel een soort van indirect. We kunnen inflatie importeren vanuit Amerika. De US inflation broadly cools likely ceiling deal voor de fat rate cut... Afgelopen week bespraken we al dat de kans niet heel groot is dat de Federal Reserve de rente zal gaan verlagen in september. Vlak voor de Amerikaanse verkiezingen. Maar op dit moment zien we dat de kerninflatie slechts 0,1% steeg. En dat is toch nou, best wel oké okay te noemen. We zien hier de grafiek sinds 2020, of eigenlijk zelfs 2019. En hier zien we dan uh, afgelopen maand 30 juni. 2,9% afgerond. Dus 3-3,27% als we de 12 months change pakken. En die andere excluding, dus de kern CPI. Nou allebei zitten ze ongeveer rond de 3. Dus nog vrij hoog. Maar het gaat rustig aan de goede kant op. En we zagen tegelijkertijd dus dat er maar één risico op dit moment nog is. En dat is het risico op een eventuele recessie in Amerika als gevolg van het uh, feit dat die rente dus behoorlijk hoog is. Maar op dit moment is het encouraging data voor de Fed... om eventueel dus de rente te kunnen verlagen. Maar goed, waar het dus nu op neerkomt... is dat in Amerika het economisch klimaat toch wel enigszins lijkt te verbeteren. We zien dus dat de inflatie minder snel toeneemt. Tegelijkertijd zagen we dat de marktrentes op staatsobligaties omlaag gingen... en dat het aantal verwachte renteverlagingen voor de Federal Reserve... dus Weer begint te stijgen als we kijken naar uh, de verwachting voor dit jaar. En uh, dat reageerde of resulteerde in uh, positieve beweging op onder andere de goudmarkt, maar ook op de aandelenmarkt. Alleen Bitcoin wil nog niet helemaal volgen. Daar gaan we zo nog even naar kijken. Ja, en waar ik het ook nog even graag met je over wil hebben, is het volgende. Ik zag namelijk een onderzoek uh, voorbij komen. In opdracht van Trade Republic gedaan door Ipsos en uh, INO. En uh, dit onderzoek die toonde aan hoe hoeveel mensen er nou binnen een bepaalde generatie aan het beleggen zijn en hoeveel daarvan in ETF's beleggen en je ziet dat er steeds groter groeiende populariteit is in het gespreid beleggen dus ETF beleggen en dat op Maandelijkse basis. Dus dat is zeer interessant te noemen. En wat ik het uh, toch wel het meest interessante dataatje vond hieruit, is dat er, nou ja, we hebben het hier vaker over gehad. Er zijn veel mensen die zeggen: Oh ja, dat beleggen, dat, dat had ik eigenlijk moeten doen uh, een paar jaar geleden. En uh, ja, ik vind het alleen lastig, ik kan me er niet toe zetten, ik vind het te moeilijk, et cetera, et cetera. Daar hebben we het vaker over gehad. Uh, die mensen, die ken je vast wel om je heen, die ken ik ook om me heen. Uh, en in 2022 zagen we dat 13% van de mensen graag wilden gaan beleggen, die dat dus nog niet deed. In 2024 is dat 42%. Dus 42% van de mensen denkt er op dit moment over na, die dus niet beleggen, om te gaan beleggen. Die willen dus graag beleggen. Nou, dat vind ik uh, bijzonder wat. En dat kan onder andere te maken hebben met het feit dat ze ontevreden zijn over bijvoorbeeld hun spaarrente. Want 60% van de mensen blijkt uit dit onderzoek, zijn ontevreden over hun spaarrente en dat is toch uh, behoorlijk fors te doen maar en ik begrijp dat wel want die spaarrente die ligt ontzettend laag ondanks dat de rente bij de Europese Centrale Bank op dit moment op 3,75% ligt en ik heb het hier eerder met je over gehad bij Trade Republic onze partner kun je je geld gewoon stallen tegen 3,75% en wellicht weet je dat ik uh, in januari begonnen in februari, februari begonnen ben met periodiek beleggen voor onze kleine Baby. En uh, dat uh, ga ik uh, gewoon uh, de komende maanden volhouden. En toevallig heb ik nu even niet bij de hand. Maar ik keek van de week even hoe die beleggingen er nu voor staan. En ik sta nu ongeveer op een plus van pak een beet 8%. Nou, ik vind het heel erg mooi dat onze baby straks kan zien. wat dat rente-op-rente -rente effect is. en hoe dat er uh, uitkomt te zien, helemaal als je dat gewoon in een rustig ETF lekker gespreid doet. Maar goed om te weten is dat uh, dat het bij Trade Republic kan. en dat ze sinds kort een, een pas hebben. En dat is heel erg leuk. Want mocht jij nou bij een van die mensen horen die uh, toch wel vaker uh, nou ja, zeggen. ah, oh, Dat beleggen had ik echt moeten doen. Uh, met die pas kom je er niet meer onderuit. Want je kan dus uh, betalingen doen met dit, uh, met dit pasje. En dan krijg je 1% cashback op alle betalingen die je doet. Tot uit mijn hoofd 1500 uh, euro. En daarnaast kun je je wisselgeld automatisch voor je laten beleggen. Dus dan hoef je dus niet zelf. Uh, iets aan te zetten. Ook al is het super easy om uh, die, uh, dat spaarplan aan te zetten. Dat heb ik eenmalig gedaan. En dat gaat nu gewoon iedere maand automatisch. Maar hè, dit kan de stap in ieder geval wat kleiner maken. En dan kun je dus ook heel rustig gaan zien... wat dat nou voor jou doet als je het enkel met je wisselgeld doet. Mocht die stap iets te groot zijn... om het gelijk met de maandelijks bedrag te doen... dan kan dat dus ook op deze manier. Weet nou, dat dat een, uh, een optie is om te doen. En uh, je kan daar dus ook gewoon je geld stallen tegen 3,75%. Dat is dus veel beter dan uh, bij je huis huidige Bank. En mocht je je nou afvragen waarom periodiek beleggen nou zo interessant is, je koopt dan in deze niet één aandeel, maar je koopt veel aandelen tegelijkertijd. Dus je kiest voor een ETF en dat periodiek beleggen is dus volledig gratis. Je betaalt alleen 1 euro bij het uitcashen en je kan uh, je kosten dus heel laag houden, waardoor dat rente op rente-effect dus voor een veel groter bedrag met je meespeelt. En je weet natuurlijk, je kan tot in de oneindigheid wachten op de markt, maar het gezegd is nee, op de beste hoeers, het gezegd is niet voor niks. Het gaat niet over timing de market, maar over time in de market. Dus mocht je nog twijfelen, weet dan dat er genoeg opties zijn om toch die stap te maken. Zonder dat het gelijk als een hele grote stap voelt. Dat kun je doen door hieronder op de link te klikken als je graag zou willen beginnen met beleggen. Of hierboven op het i'tje. Ik heb hierboven het i'tje ook even voor je klaargezet. En mocht je die stap willen gaan zetten, weet dan dat er 20 euro aan aandelen voor je klaarstaat. Als je gebruik maakt van de link via het i'tje hieronder. Uh, hierboven. Of het linkje hieronder. En je ziet dan de voorwaarden op die pagina staan. Dus um, bij deze even een extra heads up. Mocht je nou nog niet begonnen zijn en dat graag willen doen, dan kan dat dus. Goed, we gaan eventjes door. Ik zag, als het gaat over beleggen, ook nog dit nieuwtje in het financiële dagblad voorbij komen. Ontastbare activa leveren hoge rendementen op, was de kop. Bedrijven met veel immateriële activa, die blijken namelijk hogere rente voor beleggers op te leveren. En u vraagt je wellicht af, oké, okay, maar wat houdt dat nou in? Uh, immateriële activa, je hebt natuurlijk materiële en immateriële activa, maar immateriële activa zijn bijvoorbeeld uh, uh, onderzoek en ontwikkeling, of patenten, of namensbekendheid, of hè, uh, uh, dingen die je niet kunt vasthouden. Dus uh, uh, niet bepaalde uh, machines, dat zijn uh, vaak materiële activa, of uh, auto's, uh, noem het maar op. En die immateriële Activa die leveren dus vaak hoge rendementen op voor beleggers. En dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En zij ontdekten dat bedrijven met veel immaterieel Activa maandelijks 0,32% boven de benchmark, dus het marktgemiddelde, te presteren. En dit komt mogelijk doordat deze activa vaker ondergewaardeerd zijn, aangezien ze moeilijk in de boeken van bedrijven weer te geven zijn. Want hoe ga je naamsbekendheid of zeg goodwill, hoe ga je dat waarderen? Inventaris is makkelijk te waarderen, maar goodwill wordt veel lastiger. En op de lange termijn komt de waarde van die immateriële activa echter tot uh, uiting in bijvoorbeeld Hogere winsten, maar ook in hogere beurskoersen. En daar profiteren techbedrijven van, bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld Nvidia of Facebook van. Zij zijn dus voorbeelden van bedrijven met zo'n hoge immateriële activa. En het onderzoek toont dus aan dat beleggers baat kunnen hebben bij het richten van hun aandacht op meer dan alleen die financiële boeken, maar ook dus de immateriële zaken van een bedrijf in overweging te nemen. Nou, ik vond het een zeer interessante conclusie om even in het achterhoofd te houden. Goed, we hadden het vandaag ook even kort over, uh, over goud en even kort over uh, die hardere assets. En goud heeft het natuurlijk de afgelopen tijd vrij goed gedaan. Is een safe haven ten tijde van financiële onrust. En goud die heeft uh, nou, bijna weer opnieuw een, een all time high gezet. Twee weken geleden hadden we het even kort over gehad. Want toen zei ik al: we kunnen mogelijk nog een opleving zien. En dan vinden we hier weerstand. Daar vinden we op dit moment weerstand. We zien ook dat het volume afloopt. Dus dat is enigszins wat divergentie. Ik zie nog geen negatieve divergentie hier op de RSI ontstaan. Maar daar houd ik wel enigszins rekening mee. Dus mocht de koers hier wel bovenuit zakken, hè, mochten we een nieuwe all-time high zetten, dan zou dat kunnen resulteren in een verdere stijging. Maar op dit moment lijken we zijwaarts die bandbreedte aan te. Houden. En we moeten het nog even gaan hebben over de crypto-markt, want de, nou ja, toch wel frauduleuze exchange FTX, de ene grootste op het moment van omvallen van de wereld. Als we het hebben over crypto-exchanges, die uh, gaat mogelijk uh, haar klanten of eigenlijk de gedupeerde 16 miljard dollar terugbetalen. En er wordt nu gespeculeerd over de mogelijke impact hiervan. Want dit zou toch wel enigszins een impact kunnen hebben, omdat dit uh, volgens de analisten die hierover publiceerden, crypto-fans zijn die hun geld terug kunnen krijgen en mogelijk uh, eerder in crypto zullen gaan investeren dan in traditionele activa of in. Uh, Fiat geld. Dus uh, dit zal in december vrij gaan komen. Maar we houden dit natuurlijk nou in de gaten. En dat zou mogelijk een positief effect kunnen hebben. Nu spreken we wel over tussen aanhalingstekens slechts 16 miljard. Dus dat zou dan nog relatief uh, meevallen. En als we het toch hebben over de crypto fans. Het schijnt dat uh, aankomende week er meer bekend wordt gemaakt vanuit de SEC over de ETF's. Uh, als het gaat over Ether, dus de Ether spot ETF's die er mogelijk aan zitten te komen. Dus ook daar houden we de boel nou lettend in de gaten. En we moeten nog even kijken naar de koers van Bitcoin. We zien hier die prachtige opwaartse beweging, vervolgens een dubbele top hier. En daarna zakte de koers nou ja, toch wel enigszins een beetje in. We hebben een forse daling gezien van bijna 30% vorige week. Raakten we een nieuwe low over de afgelopen maanden. En nu is de vraag, hoe nu verder? We hadden enigszins wat positieve divergentie. Dus we hebben de koers alweer een beetje op zien veren. Maar nog niet heel rap. 65 ligt de eerste weerstand. En 55,6 ligt de eerste steun. We zouden zelfs nog ietsje verder kunnen zakken om nog wat meer momentum op te bouwen. Denk aan 52, uh, 0 ongeveer afgerond. En we zien hier wel het volume enigszins ietsje oplopen. Dat uh, komt wel samen met deze beweging, met die opwaartse beweging. Dus voor nu is het even rustig aan afwachten waar de koers zich de komende tijd tussen zal gaan manoeuvreren en bewegen. Maar uh, voor nu zien we dus toch nog wel uh, enigszins een, nou ja, een soort van steuntje, een broadening formation zou je dit kunnen noemen. Maar dat is echt nog, uh, nog te vroeg om dat op dit moment te bepalen. We houden natuurlijk die positieve divergentie nauwlettend in de gaten. Om te kijken of dat uh, mogelijk een uh, opwaartse beweging teweeg zal gaan brengen. Maar voor nu dus even rustig afwachten. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie je graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Vergeet niet om even op die duim te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. En laat hieronder ook even een reactie achter. Als je nou vragen hebt, opmerkingen, nieuwe dingen die je wilt zien, deel ook vooral linkjes. En vergeet niet om deze video te delen met iedereen om je heen. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je graag volgende week weer terug bij een nieuwe Madelon Praat. Tot dan, dag!